De Eeuw van Gisele van Annette Mooi beschrijft het leven van Gisele van Waterschoot van der Gracht. De vraag of deze kunstenares blij zou zijn met dit boek beantwoordt de biograaf al in de openingszin. Zou zij nog gele hebben geleefd, dan had Gisele alles in het werk gesteld om te voorkomen dat deze biografie het licht zou zien. Toch had Gisele voor Annette Mooi hulpvaardig de weg uitgestippeld. Haar archief had ze geordend zodat haar toekomstige biograaf er niet in zou verdwalen. Zij was goed in assembleren, niet alleen van objecten tot kunstwerken, maar ook van haar eigen levensverhaal. Mooi volbracht het biografische werk in omgekeerde richting. Doorgaans construeert een biograaf het verhaal van een leven, maar mooi deconstrueert het verhaal van Gisèle tot haar echte leven. Giselle werd honderd jaar oud. Haar standsbewustzijn was negentiende eeuws... maar ze had een verbluffend talent... zich aan elke tijd en omgeving aan te passen. Mooi schrijft dat Giselles persoonlijkheid... gelaagd was als een spekkoek... met deelpersoonlijkheden die elkaar niet in de weg zaten. Het schakelen was een overlevingsstrategie uit, uit haar jeugd... Waarin ze geen vaste woonplaats en zelfs geen vaste taal had gekend. Als jongste van het gezin had ze haar vader en broers vooral zien vertrekken. Haar leven lang is ze bezig geweest met familie om zich heen te verzamelen en dicht in de buurt te houden, als een schaapshond de kudde. Paradoxaal genoeg zocht ze haar eerste familie bij een groep mannen die onder het mom van kunstinitiatie een pedoseksueel programma hadden. Hun charismatische leider, Wolfgang Frommel, gaf ze meer dan veertig jaar onderdak, liefde, geld, status en faciliteiten in haar woning op de Herengracht. Wat wist Gisèle van het jarenlange misbruik in haar huis? Mooi ontrafelde het web van manipulatie, wederzijdse afhankelijkheid, verlatingsangst en simpele ontkenning zonder hinderlijke psychologisering en met serene afstand. In haar ontmanteling van zelfrepresentaties laat mooi ook zien hoe geschiedenis wordt gemaakt en ontmaakt. Frommels gemeenschap werd door de opvang van Joodse onderduikers tijdens de oorlog later een culturele instelling met prestige. Frommel is nooit ontmaskerd als misbruiker in een tijd waarin acceptatie van pedofilie een strijdpunt was. Hoe ingewikkeld alles ook. Dit boek leest als een trein. Mooi verliest zich niet in details. Ze trekt duidelijke motieflijnen, heeft een uitstekend gevoel voor timing en laat haar tekst glanzen met welgekozen beelden en citaten. Zoals Gisele meester was in de kunst van het wegkijken, zo is Mooi dat in de kunst van het weglaten. En dat is groot.